Vanmiddag de thuiswedstrijd na de uitwedstrijd tegen VVOG. En dat is Hoek. Je komt om de hoek kijken vanmiddag. En je hebt natuurlijk met de groep het erover gehad. Hoe heeft de groep dat opgepakt van de week? Bert? Nou, de thuistraining prima opgepakt. Goed overgesproken natuurlijk wat er niet goed ging. Meteen weer omgezet naar daden binnen de trainingen. En we zullen vandaag zien wat het brengt. Hoek, wat voor ploeg is dat? We hebben het er al heel even over gehad, maar nog een keer herhaling daarvan. Ja, ik vind Hoek een vooral fysiek heel sterke ploeg. Zitten goed in de duels altijd, maar brengen ook heel veel voetballend vermogen met zich mee. Heel compleet team, zeg maar, die makkelijk tot doelpunten komen. Dus het kan zomaar een hele open duel worden vandaag. Ja. Goed, nou weet ik toevallig ook dat DVS individueel behoorlijk veel kwaliteit bezit. De voorzitter had het er net ook nog even over. Maar dat staat niet altijd garant voor succes. Je moet het als team doen. En dat miste ik eigenlijk verleden week een beetje tegen VVOG. Dat had VVOG wel. Ja, maar weet je, op maandag hebben we het over de nabespreking over VVOG. We hebben het vandaag over vandaag. En dat is dat we hebben gekeken hoe we Hoek moeten gaan bestrijden. En week in week uit hebben we lof gekregen over onze individuele kwaliteit en onze teamprestaties. Weinig doelpunten tegen. Dus we staan als elftal altijd hartstikke goed. En dan moet je als trainer niet gaan panikeren als het een keer niet zo is. Dan moet je gewoon kijken waar de verbeterpunten lagen. En daar zijn we mee aan de slag gaan. Hoek komt uit de buurt van België en je gebruikt gelijk een Belgische term. Panikeren. Oh, daar ben ik me niet bewust van, nee. Ik dacht even van, je doet het toch. De opstelling van vanmiddag, een paar wijzigingen, opvallend. Ja, wijzigingen op medische gronden, zeg maar. Dus missen we er aardig wat. Maar goed, ik heb al eerder aangegeven, de breedte van de selectie moet bepalen of je dit jaar in de top mee gaat draaien. En vandaag is zo'n dag waarin je kan zien of dat ook zo is. Kijken of de as Hollard... De Ruiter of Jorn van Zanten, De Ruiter en Barry Powell, of dat gaat werken? Nou ja, dat het gaat werken, dat weten we wel. Er zit genoeg kwaliteit in de jongens. Je hebt te maken met wat gaat Hoek er tegenover zetten. We hebben genoeg voetbalintelligentie binnen de groep en veel creativiteit. Dus ze moeten binnen het veld die beslissingen durven en kunnen maken en nemen. Daarnaast hebben we veel ervaring. Dus laat maar zien in deze wedstrijd dat we de juiste dingen weten te doen. Je verwachting is positief, denk ik. Ja, ik heb geen reden om niet positief te zijn. We zijn thuis nog ongeslagen. Die status willen we vasthouden. En ik verwacht van de groep dat ze dat stukje onvrede wat ze over hun eigen spel hadden van vorige week wegpoetsen met een goed resultaat tegen Hoek. Vol verwachting klopt ook mijn hart, Bert. Dat is mooi, Piet. Dat is goed om te horen. Goed.